Goedendag. Welkom bij Café Welsmerts. Mijn naam is Koen de Jong. Waar gaat het systeem van de internationale politiek naartoe nu er grote veranderingen zijn? Daarover spreek ik vandaag met Kees van der Peil, emeritus hoogleraar International Relations aan de Universiteit van Sussex in het Verenigd Koninkrijk. Kees, welkom. Jij bent, kunnen we wel zeggen, specialist in internationale betrekkingen en vooral de systemen die erachter zitten. Ja. Er zijn grote veranderingen op dit moment in de wereld. Ja, ja, ja. Eigenlijk altijd, maar nu zitten we echt op een breukvlak. Ja? Dus dat je voelt dat we een nieuwe tijd tegemoet gaan. Mm-hmm. En alle keren in het verleden dat er zoiets heeft plaatsgevonden, is dat natuurlijk gepaard gegaan eigenlijk met oorlog. En, okay. Dus niet alleen economische crisis zoals we nu hebben, maar ook strijd tussen de opkomende krachten en de verdwijnende krachten. En het niveau van de bewapening wat zich in de afgelopen 70 jaar heeft opgebouwd, is zo gigantisch en levensbedreigend voor alle voortbestaan van de mensheid op aarde, dat je je hart vasthoudt. Zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar de situatie in Korea nu. En, kennelijke onvermogen om de politieke toestand zoals die daar is, om die te beheersen en om daar met cool beleid een greep op te krijgen. Dus wat dat betreft hebben we ook nog te maken met het naar voren komen van zeer roekeloze en onervaren types, zoals Trump is daar een voorbeeld van. Maar in de rest van de wereld zie je, het lijkt net, in mijn waarneming is het zo dat het verstand zich langzamerhand, de ratio, dat die zich ook wegbeweegt van het Westen. Dus dat, okay. Heel lang is het zo geweest dat de politieke ontwikkeling zich altijd van west naar oost heeft begeven. Dus alle ontwikkelingen die zich hiervoor voordeden, vanaf de 17e, 18e eeuw, die hebben zich dan geleidelijk in andere landen voortgezet. Niet altijd direct als een imitatie, maar ook als een reactie. Maar het initiatief lag hier. Dat is trouwens geen idee van mij, maar van de neoliberale econoom Hayek, die zegt, er is eigenlijk één hele zwarte tijd geweest, zegt hij ergens in de jaren 70, en dat was de jaren 30. Namelijk toen was het even zo dat niet het Westen de leiding had in de wereldverhoudingen, maar dat er vanuit het Oosten iets opdrong. Ja, ja. Nou ja, goed. Maar dat zijn natuurlijk hele algemeen. Dat is bijna weerbericht, zoals ik het vertel. In werkelijkheid praten we natuurlijk altijd over sociale krachten die ten grondslag liggen aan de politiek zoals wij hem waarnemen. Ja. En kun je duiden, waarom is het nu zo'n bedreigende situatie? Want de jaren 30 werden aangehaald. Oorlog, de dreiging van oorlog. Waarom, wat zit erachter? Waarom is het nu zo'n kritisch punt? Ja, ik zeg dat zonder studentenromantiek. Maar ik denk dat we in een revolutionaire tijd leven. In die zin dat het economische systeem zoals dat vanaf de 17e eeuw echt dominant is geworden, namelijk kapitalisme, dat zijn samenhang begint te verliezen. En als economisch systeem niet meer functioneert, behalve dan extreme verrijking tot stand te brengen voor een handjevol mensen in de verschillende landen. Maar je ziet steeds meer het wegvallen van sociaal compromis, het aanscherpen van sociale tegenstellingen. Ja, ik denk dat ik daarom begon met te zeggen, ik zeg het zonder studentenromantiek, omdat toen ik student was en zo'n beetje naar links opschoof, dacht ik dat het allemaal geweldig leuk zou zijn. Hè? Grote, mooi uitziende mensen met rode spandoeken door de straten. En die zouden dan even de droommaatschappij met gratis bier installeren. Nou, dat is olie. Ja, ja. Ja, nou, en dat is dus niet het geval. We praten nu over een maatschappij die te maken heeft met een bevolking die eigenlijk al lang uit zijn kracht is gegroeid. Waar het bijzonder moeilijk zal zijn om voor iedereen een zinvolle sociale bestemming te vinden. En in zo'n situatie ook van extreme sociale ongelijkheid en mobiliteit en migratie, noem alles maar op, is het bijna niet meer voorstelbaar hoe je een fundamentele maatschappelijke verandering nog moet voorstellen zonder een fase van chaos die op zich beangstigend is. Want op zich, de meeste van ons in Nederland zijn opgegroeid met de situatie van na de Tweede Wereldoorlog, waarin er eigenlijk geleidelijke groei van welvaart was. We zagen steeds toch toename van welvaart, sociale mobiliteit, de welvaart werd wat beter verdeeld. Dus eigenlijk voorspoed. En er zijn natuurlijk crisissen geweest in de jaren 70 en beurscrisis 87. Dus af en toe zit het dan even tegen. Maar
grotendeels was het toch altijd het verhaal ook van politici, het zal altijd beter gaan. De volgende generatie krijgt het beter. Is dat dan afgelopen? Hè? Ja, met die verstande dat het altijd beter gaat, is op zich een verworvenheid van de moderne tijd. Ja. Namelijk in de jaren 20 en de periode daarvoor was het helemaal niet zo dat mensen die geboren werden, ik noem maar wat, als boerenknecht, dat die de illusie konden hebben ooit iets anders te zijn dan boerenknecht. En pas het systeem van Henry Ford, hè, dat je iedereen $5 per dag betaalt, en dat dat uiteindelijk mensen in staat stelt, of in ieder geval het idee geeft dat op een dag ook zij in een auto zullen rijden. Ja, dat ze het product konden kopen waar ze aan werkten. Ja, daar vandaan komt het begrip koopkracht. Hè? Dat begrip wat helemaal niet bestond in de periode voor de Tweede Wereldoorlog. Nou, en die koopkracht heeft gemaakt dat de agenda van de politiek ook steeds meer gedomineerd is gaan worden door de belofte die politici doen. En die hebben als het ware met z'n allen uit hun hoofd geleerd wat Henry Ford tegen zijn arbeiders zei. En die zeggen, nou, we zullen jullie redelijk betalen en met dat geld wat je verdient zal je voor jezelf en je kinderen een leven van overdadige consumptie, goede voorzieningen, noem alles maar op. En dan, of het nou rechts of links was, dat maakte dan een beetje uit of goede voorzieningen waren of dat de consumptie helemaal geïndividualiseerd was. Maar dat systeem, dat heeft natuurlijk aan de ene kant, er is nog van alles over te zeggen, maar dat heeft een heel bepaald toekomstbeeld, maar ook een inenging van de politieke agenda bepaald. Namelijk, regeringen kunnen alleen nog maar aan de macht blijven als ze ofwel werkelijk zorgen voor lotsverbetering, ofwel een verhaal kunnen ophouden dat als het even niet gaat, waarom dat niet is, en ja, dan een verklaring kunnen geven die voor de mensen acceptabel maakt dat we even moeten wachten. Ja, en dan wordt het interessant, want op dit moment wordt de politiek behoorlijk afgerekend door de kiezer op het uitblijven van stijgende welvaart, want die is ons beloofd, hè, in onze toch, dat is toch wat de meeste mensen denken. En wat gebeurt er dan als ze dat niet meer kunnen waarmaken? Waar gaat dan de, op welke manier kunnen ze dan nog wel aan de macht blijven? Je zou bijna zeggen in de huidige conjunctuur door nepnieuws te verbreiden, dus door politici. Ja, door een politiek van de angst te bedrijven. Kijk, mensen zijn heel makkelijk bang te maken en tot op zekere hoogte terecht. Ons bedreigen natuurlijk niet alleen maar een soort economische crisis in de zin van bepaalde grootheden niet meer mooi op elkaar aansluit. Maar we worden ook bedreigd door een ecologische crisis. De biosfeer wordt verziekt en vervuild en noem alles maar op. En dan is er een voortdurend oorlogsgevaar. Dus je kan in zo'n klimaat kan je ook letterlijk een politiek van de angst voeren. Mm-hmm. En kijk, dat die belofte van de stijgende welvaart, dat maakte mogelijk dat er in Amerika al vanaf de jaren 30 en bij ons na de Tweede Wereldoorlog een heel fundamenteel klassencompromis gestalte kreeg. Dus dat de industriële bourgeoisie en de middenklasse met eigendom en de arbeiders, dat die eigenlijk de illusie konden hebben dat er een koe was die niet geslacht moest worden, maar gemolken. Nou, die filosofie die heeft heel lang gewerkt. Men hielp elkaar ook. Hè. Denk maar aan het blauwe gebouw van de Industriebond FNV, daar bij plein 4045. Dat is inmiddels een hotel van Best Western. Mm-hmm. Maar dat gebouw van de Industriebond, waar dan de gevreesde Arie Groeneveld de scepter zwaaide, was betaald door de metaalindustrie. Want die vonden het heel belangrijk. Een mooie symbiose. Dus men had elkaar. Nou, dat is nou een letterlijke uitdrukking van dat klassencompromis. Een klassencompromis wat berust op reële verbeteringen. Ik ben geboren in een tijd van Spartaanse tekorten. Er was een heleboel niet, maar de sfeer was optimistisch. We gingen toe naar voortdurende verbetering. Nou, en in die sfeer is er heel veel ruimte voor politici om zich meester te maken van dat toekomstbeeld en zichzelf te presenteren als de dragers van die schitterende toekomst die eraan komt. En die moet zo ook aankomen, want een deur verder hadden we het Sovjet-systeem. Mm-hmm. En ik weet nog dat bij ons thuis, dat we allemaal aan de radio zaten. Mijn vader was slager, geen politicoloog. Maar wij luisterden naar de signalen van de Sputnik in 57, 58. En mijn vader zei toen, ik denk dat er heel veel gaat veranderen. Nou, daar had hij gelijk in, alleen in een hele andere richting dan we dachten. Iets andere wijze dan die dacht. Ja, maar er was dus een breed, die maatschappij daar, dat had ook aan de achterkant van de maan kunnen zijn, want het was natuurlijk in veel opzichten volstrekt andere universum.
Maar die maatschappij, die was er altijd als mogelijk alternatief. Ook al was het lichtjaren verwijderd. Dus onze maatschappij moest ook een compromis bieden wat voor de mensen tastbaar maakte dat wij ook iets voorstelden. Dat wij ook sociaal, dat wij studiebeurzen hadden, gratis gezondheidszorg, noem alles maar op. En dat was eigenlijk ons sociaal contract, hè? Precies, dus het sociaal contract precies, tussen, tussen de regerende partijen en de bevolking. Ja. En dat is dan wel, zeg maar, in gevaar, dat sociaal contract. Oh ja, 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 dat Want is die, natuurlijk die, al. Zeg maar, die prachtige toekomst, dat kan niet meer gegarandeerd worden. Nee, integendeel. Het is nu zo dat kinderen die opgroeien in relatieve welvaart, dat die geconfronteerd worden met een vooruitzicht dat het slechter zal worden. En ze zullen zich maar af moeten vragen waar hun kinderen nog op kunnen rekenen. Wat dat betreft trouwens is, je gebruikt de uitdrukking sociaal contract. En ik heb allerlei geschriften gezien waar dat als een gevaarlijk ideologisch misleidend begrip wordt gezien. Okay. Maar ik moet zeggen dat ik dat zelf eigenlijk de kortste en meest trefzekere uitdrukking vind van dat idee van een klassencompromis. Ja. Namelijk dat alle klassen zich op een of andere manier kunnen vinden in een maatschappelijk, sociaal contract, laten we maar kort houden. En dat iedereen ook wel ongeveer weet wat de regels zijn die in dat contract zijn vastgelegd. Ja, dus waar je aan te houden. Maar we weten het. Ja. Nou, en dat contract, dat was dus aanvankelijk tussen de industrie, hè, de massaproductieindustrie en de georganiseerde arbeid. Nou, toen kwamen op een gegeven moment de boeren van het platteland, de vrouwen kwamen het arbeidsproces in, er kwamen buitenlandse investeringen, bepaalde taken konden niet meer door Nederlandse arbeiders worden gedaan, bijvoorbeeld het bekleden van de binnenkant van een hoogoven met bakstenen, dat is een heel bepaald vak, daar moesten we Joegoslaven voor laten overkomen. Er was niemand in Nederland die dat mee kon. Daar moet je altijd achter zetten voor het loon wat daarvoor geboden werd. En toen is het sociaal contract, dat is ook wel belangrijk om te zien, is al een paar keer herschreven. Want op een gegeven moment werd het sociale contract eigenlijk van, de arbeiders die zoeken het maar uit. Het beste doen ze eraan om een eigen huis op hypotheek te nemen en dan te hopen dat de waarde van het huis zo zal stijgen. Want dat was het sociale contract met de middenklasse. Dus toen kreeg je een soort contract tussen de financiële sector en wat je in het Engels noemt de asset-owning middle classes. Dus degene die iets hebben wat in waarde kan stijgen. Dat contract, dat komt ons bekend voor. Hè? Ja. Dat is jouw generatie. Als je maar een huis koopt, dat wordt meer waard. Ja. En daar baseer je dan je welvaart voor de toekomst op. Dat kan natuurlijk, dat klinkt als een piramidespel. In zekere zin wel, ja. Maar dat niet alleen, maar het is ook een volledige individualisering. Want op het moment waarop jij je huis koopt en de voorwaarden waaronder jij je hypotheek vastlegt, zijn weer heel anders dan die van de buurman die qua stenen precies hetzelfde huis woont. Terwijl dat eerdere compromis had een sterke sociaal bindende kracht, omdat iedereen zat onder een CO. Dat was een geweldig gestandaardiseerde maatschappij. Als je kijkt naar vandaag de dag, dan zie je dat er eigenlijk geen sociaal contract meer is. Ja, er zijn nog wel uitlopers. Ik heb nog een pensioen van de ABP. Andere mensen hebben nog de opbrengst van hun huis. En zo sukkelt dat nog een generatie door. Maar er komen geen nieuwe. We krijgen nu, we hebben nu een situatie waar 30% van de mensen die in Nederland werken, maken deel uit van het zogenaamde precariaat. Dat wil zeggen, degene die van dit jaar niet weten waar ze volgend jaar zullen werken. Als we kijken naar de Verenigde Staten, daar zie je dat Trump is natuurlijk opgekomen, mede omdat er onrust is onder de bevolking, over van alles en nog wat. Maar ik heb wel de analyse gelezen, en die vind ik ook interessant, dat onder andere komt door de achteruitgang van de middenklasse. En dat die achteruitgang nog maar net begonnen is. Zodat in de toekomst we kunnen verwachten dat als middelklasse Amerikanen zich geen huis meer kunnen veroorloven en geen auto meer. En niet al die mooie dingen die altijd de Amerikaanse middenklasse leven, die daar onderdeel van zijn. Dan komt er natuurlijk op een gegeven moment een sociale revolutie. Nou, dat laatste zou ik dus niet zo 1, 2, 3 kunnen bevestigen. Omdat wij ons een bijzonder slechte voorstelling kunnen maken van wat we eigenlijk. Er zijn maar een paar revoluties in de geschiedenis geweest. Dus je kan niet zeggen, in 80% van de gevallen gebeurde dat en dat en dat. Misschien is het beter om te zeggen dat er onrust komt. Niet zozeer een revolutie, maar onrust. Nee, dat in ieder geval. En kijk, laten we zeggen, innerlijke onrust bij heel veel mensen. Dus het is nog niet zo dat men de straat op gaat in veel gevallen. Maar er is innerlijke onrust. Dat wil zeggen, mensen worden gevoelig voor ramptijdingen. Zijn eigenlijk in een mentale toestand, denk ik, waarin
heel slecht nieuws niet meer als onverwacht wordt ervaren. Als wij morgen horen dat er toch bij een van die oefeningen die Amerika steeds houdt aan de grens, en vlak over de grens van Korea, er zijn namelijk een aantal eilandjes daar die omstreden zijn. En het zou van intimideren omslaan in echt schieten. Dan denk ik dat heel weinig mensen die het nieuws enigszins volgen verbaasd zullen zijn. Nou, dat wil zeggen dat we al in een hele slechte mentale conditie zijn. Mm-hmm. Want in werkelijkheid zou je moeten zien... bang voor moeten zijn. Ja, maar ook zou je moeten zien wat aan de vooravond van de invasie van Irak nog gebeurde. Dat er in allerlei hoofdsteden miljoenen mensen de straat op gaan. Mm-hmm. Om te zeggen, doe dit niet. Ja. Kijk, we praten nu over een situatie waarin van een integraal sociaal contract, we naar een versmalt, geïndividualiseerd sociaal contract zijn geschoven. En nu zitten we in een fase waarin de regering dus met de regeringen angstverhalen over Russische inmenging in de gemeenteraadsverkiezingen in Staphorst en andere gewaagde fantasmen. Ja. Nou, en het terrorisme natuurlijk, wat we grotendeels zelf hebben veroorzaakt. En waar we zelf eigenlijk de aantrekkelijkheid van promoten door te zeggen van nou, als je echt iets wil voorstellen als achterbuurtjochie in Ozdorp, dan moet je eigenlijk in Syrië gaan vechten, want dan ben je opeens in onze ogen een factor van wereldformaat. Dus we hebben een aantal angstfactoren gecreëerd, die worden ook voortdurend gebruikt, soms door opzettelijk mensen door te laten, soms door een samenloop van omstandigheden. En dat maakt de huidige politieke situatie volstrekt labiel. Wij stralen dus niet meer de zekerheid uit die maatschappij van dat integrale sociale contract, waar we na de oorlog mee begonnen, mogelijk maakt. Hè, toen is eigenlijk de periode begonnen waarin mensen tennissokken met een Amerikaans vlaggetje erop wilde hebben, omdat dat het een symbool was van de maatschappij, van de mogelijkheden. Zo interessant is, het Westen raakt zijn zelfvertrouwen kwijt, moet ik eigenlijk zeggen. En daarom krijgen we ook gevaarlijkere situaties, zoals wapengeklet rondom Noord-Korea. Ja, want omdat ik nou net op de fiets door Amsterdam ben gegaan, kom ik bij voorbeelden zoals het gebouw van de Industriebond. Maar je moet nooit vergeten dat we praten hier over iets wat zich in elk land afzonderlijk afspeelt. Ja, met zijn eigen bijzonderheden enzovoort. En vooral in grote landen zoals West-Duitsland, Frankrijk, heeft dat natuurlijk veel meer consequenties. Maar ook daar is de ontwikkeling naar een precariaat. Ook daar is het verlies van de industrie, verplaatsing van de industrie naar andere delen van de wereld en zo, heeft zich voltrokken. En wordt de politiek dus een soort kruising tussen het opereren van reclamebureaus, het maken van mannetjes. Kijk naar zo'n figuur als Macron, waar die vandaan komt, dat die gepresenteerd wordt als nieuw, terwijl die al een hele presidentsperiode van Hollande was, zowel minister als adviseur van Hollande. Dat is gewoon repackaging eigenlijk. Precies. Dat zijn marketingtechnieken. Nou, en daarbij wordt gezocht naar een... En ook nog even een aanslag op de Champs-Élysées. Op de avond dat Mélenchon zijn apéro insoumise, dus het borreltje namens zijn partij zou drinken, door een enorme stunt. En dat werd toen doorkruist door zo'n aanslag. Dus we praten over een geweldig labiele situatie. Daarbij is het historische Westen, zoals zich dat heeft gevormd vanaf de 18e eeuw. Hè, in eerste instantie, we schieten nu een beetje door de geschiedenis heen. Ja. Maar in eerste instantie vanaf de 18e eeuw, dat Engels sprekende kolonisten in Noord-Amerika, tweede Engeland, sterk geïnspireerd door het puritanisme, noem alles maar op. Hebben gesticht en dat je een soort Atlantische maatschappij krijgt. En dan na de Tweede Wereldoorlog en in de loop van de jaren 30 al, is daar West-Europa bijgetrokken. Mm-hmm. En vooral met de Russische Revolutie treedt dan natuurlijk een enorme breuk op. Omdat we dan ook de historische vijand van dat systeem tegenover ons vinden. Nou, het Westen heeft altijd, dus vanaf het moment van late 17e eeuw, de Glorious Revolution, trouwens een Nederlands avontuur geweest, maar dat is weer een ander verhaal. Daar is het liberalisme is daar aan de macht gebracht. Ja, met het Anglo-Saxische denken, vanuit John Locke met name. Dus het Lockeaanse denken, en dat is van het Verenigd Koninkrijk naar de Verenigde Staten overgevaren. Ja. En dat is eigenlijk het Westen zoals we het nu kennen. Dus het
zeg maar het liberale, ook economisch liberale, ja, kapitalistisch, dus aanhangstekens, dat systeem. Ja, ja. Dat zit dan zeg maar rondom de NAVO, politiek gezien rondom precies, de NAVO georganiseerd. Ja, ja. En daar staat dus onder druk, begrijp ik. Ja, 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 want daar, kijk, daar zat altijd een element van dwang in, omdat een maatschappij als de Duitse is veel hiërarchischer dan de mobiele maatschappij. Van individualistische. Ja, ook dat, maar ook hiërarchischer. Men, als je daar professor dokter bent, dan blijf je dat op. Heeft Bram de Swaan ooit beschreven in zijn boek over zijn ervaring in Amerika? Dat hij zegt, als je in Europa professor dokter bent, dan blijf je dat ook op de tennisbaan. Ja. In Amerika doe je je tennisschoenen aan en dan ben je dat niet meer. Dan dus iedereen ben je, is daar de Everest, ja, Joe. Ja, precies. Dus daar is een geweldige mobiliteit, ook in de waarneming van elkaar. Dus iedereen is er voor, op basis van voornamen, noem alles maar op. Dat zijn dingen die hele lange tijd ook heel aantrekkelijk zijn geweest. En die maatschappij die vindt niet een natuurlijke voedingsbodem in maatschappijen als Frankrijk, Italië, Duitsland. En helemaal niet in Japan. En toch hoorden die ook bij het Westen. Ja, vandaar dat die landen, ja, in de klem moeten worden genomen. Ja. En voortdurend onder curatele staan. We hadden natuurlijk het Rijnlandmodel in West-Europa. Dat in Duitsland bestaat, ook in Nederland. Dus dat waarin er wat meer overleg is en wat meer met z'n allen nadenken over dingen. Ja. En dat staat dan vaak tegenover het Anglo-Saxische systeem van hyper-individualistisch geld verdienen. Ja. En als je dan niks verdient, heb je pech gehad. Ja. Even heel plat en simplistisch. Dat is een radicaal liberaal. Maar het is wel belangrijk om te bedenken dat het Rijnlandmodel ook uit Amerika komt. Okay. Omdat het Fordisme, ja, het systeem van Henry Ford is, dat, ja, je geeft de arbeiders iets meer geld, ja, dan hou je ze vast. Je laat ze werken aan systemen met een hoge productiviteit. En je belooft daarmee een materieel goed voorziene toekomst. Dat is in de Verenigde Staten ontwikkeld op een moment dat in Europa zoiets volstrekt ondenkbaar was. Ook in het Rijnlandgebied zou men verbaasd hebben gekeken als iemand zou zeggen, een arbeider kan op een dag in een auto rijden. Van, okay. Kijk maar naar de automodellen. Een T-Ford kon door iedereen, als je tenminste wist hoe je die zwengel aan moest krijgen, ja, gestart, ja, worden. In Europa, okay, was een auto was iets voor een familie met personeel. Okay, dus dat is Amerikanisering eigenlijk. Ja, van na de Tweede Wereld. Ja, dus in die zin is de term Rijnlandkapitalisme is misleidend. Behalve dan dat je kan zeggen dat in de jaren 70, 80, toen in Amerika en Engeland het neoliberalisme werd ingevoerd, dus volstrekte individualisering en wat je net zegt, dat alle zekerheden wegvallen en dat je voor je het weet woon je op in een trailerpark. Dat is in Europa pas met enorme vertraging doorgevoerd. En ja, daardoor kan je zeggen, geef je er op een gegeven moment een Europees etiket aan, het, ja, Rijnlandmodel. Okay. In Japan bestaat het Rijnlandmodel nog meer natuurlijk, maar dan meer op bedrijfsniveau. Vanwege de collectivistische, ja, insteek. Ja, en dat is interessant, want nu zien we met de Brexit dat Verenigd Koninkrijk wil uit de EU. Amerika heeft met Trump natuurlijk gekozen voor een richting die zich weer afkeert van de rest van de wereld voor een deel. Ondanks dat natuurlijk de NAVO nog gewoon bestaat. Maar dan krijg je dus een loskoppeling van de Anglo-Saxische wereld van Europa. Ja. Als het zich doorzet. Ja, ja. Kan dat gebeuren? Ja, dat kan zeker. Alleen, kijk, het is beter om het te zien in de zin van wat ik net zei. Van het loslaten van zo'n sociaal contract. Ja. Een van de dingen waar nu opeens grote drukte over is. Is dat Noord-Ierland misschien apart een akkoord met de EU behoudt. En Schotland heeft ook voor behoud van de EU gestemd. De stad Londen wil liever in de EU, want ja, dat is nou voor de een derde bestaat dat al uit mensen die van buiten de UK komen. Mm-hmm. Dus we praten over een heel fundamenteel desintegratieproces. Maar dat het desintegratieproces dus acuut wordt en echt zijn meest spectaculaire breukvlakken laat zien in dat Atlantische gebied waar het oorspronkelijk allemaal begonnen is, dat is natuurlijk niet zonder betekenis. Dat wil zeggen dat het oorspronkelijke draagvlak voor een mondiaal kapitalisme, wat dus van begin af aan qua aspiratie natuurlijk wereldomvattend is geweest, maar dat in de loop der eeuwen ook is geworden, dat die oorspronkelijke lanceerbasis daarvan, dat die zijn cohesie kwijtraakt. Dat kan niet anders dan een enorme betekenis hebben. Tegelijkertijd houdt die westerse hegemonie zich, die klampt zich als het ware vast aan militair overwicht. Mm-hmm.
Men heeft de grootste defensieuitgaven ter wereld. In de Verenigde Staten. Ja, de Verenigde Staten. Men heeft een inlichtingenmonopolie. Laten we niet vergeten dat de Amerikaanse inlichtingendiensten, ze hebben er geloof ik 17, dat die bij elkaar een budget hebben wat net zo groot is als het hele defensiebudget van Rusland. Dus alles all in. Daar speelt trouwens Engeland een hele belangrijke rol. Hè. Engeland is altijd een zo'n beetje het loodsmannetje geweest voor de Amerikaanse haai. Dat is in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Oh, zeker. Precies. Ja. Daarnaast heeft men de dollar. En dat mag je ook niet onderschatten dat vanaf 1971, toen is het nog een 10 jaar geweest waarin het goud een soort alternatieve munteenheid was, of in ieder geval waardegrootheid. Maar zeker na 1979 is de dollar is natuurlijk wereldreservemunt geworden. En dat heeft een inherent voordeel voor de Verenigde Staten. Nou, en daarnaast is er het feit dat Amerika dus een permanent tekort runt, zowel op zijn handelsbalans als op zijn budget, hè, dus wat de overheid binnenkrijgt en uitgeeft. En die tekorten worden gefinancierd door leningen. En via een mechanisme waar ik soms wel eens van denk van hoe kan het nou eigenlijk dat men zich dat niet realiseert. Maar de Verenigde Staten hebben dus een schuld opgelopen inmiddels van zo'n 20 triljoen dollar. En toch blijft het geld komen. En hoe meer spanning in de wereld, hoe meer geld, hoe meer townhouses in Manhattan worden gekocht door mensen uit de meest exotische landen. En die situatie die heeft een bestendigende werking op de Amerikaanse oppermacht. Maar tegelijkertijd kan een kind zien, er hoeft maar iets te gebeuren. Ja. Als China en Rusland er echt overgaan om hun betalingen te regelen met een yuan, roebel of alternatieve currency. Dan wordt dat een geweldige deuk in de Amerikaanse hegemonie. Dus er wordt daar eigenlijk een enorm, ook weer een soort piramide opgetuigd die steeds instabieler wordt. Vroeger was het zo dat de Amerikanen vertegenwoordigden een manier van leven die we allemaal wilden hebben. Wat je net zei over de middenklasse. En daardoor zagen we niet duidelijk het staketsel daaronder van die dollar, die bewapening, de grepen op de wereldvoorraden aan grondstoffen. Al dat soort, hè. Ook een Anglo-Amerikaans, ook met Nederland trouwens altijd in de bijwagen. Hè. Wij zitten een beetje op de bagagedrager van deze reuze motorfiets. Nou, maar nu zien we dat staketsel wel. Nu zie je opeens dat als Saddam Hussein dus bekend maakt dat Irak voortaan zijn olieinkomsten niet meer zijn olie niet meer betaald wil zien in dollars, maar in, ik dacht dat hij de euro overwoog. Gaddafi stelde op een gegeven moment voor om een soort gouden rial te gaan gebruiken daarvoor. Nou, dan moeten ze wel enorm gaan uitkijken waar ze hun auto parkeren. Begrijp je dan? Is het eigenlijk gedaan met je? Op het moment dat Rusland en China zoiets besluiten, dan praten we natuurlijk over iets heel anders. Maar de kern van de zaak is, overal zie je versmalling en uitkleding van het sociale contract, om jouw term maar te gebruiken. Dus die binnenlands, hè, de maatschappij verliest zijn cohesie, iedereen is helemaal op zichzelf teruggeworpen. Internationaal vallen allerlei verbanden die ontstaan zijn in de goede, in de vette jaren, beginnen uit elkaar te vallen. Ja. Dat maakt de zaak instabiel en gevaarlijk. Als we even kijken naar de Brexit, dat kun je op allerlei manieren duiden. Sommige mensen zeggen het ging om de identiteit. Sommige mensen zeggen het ging om de immigratie naar Engeland. Andere mensen zeggen het ging om dat de Engelsen armer zijn geworden en dan boos werden en Brexit stemmen. Maar uiteindelijk betekent het natuurlijk dat ze daar een soort alternatief model gaan inrichten. Alternatief voor de Europese Unie. Dus als die Brexit er uiteindelijk is. Het wordt dan misschien wel een lage lonen, laag belasting, tariefland. Dat is het al. Dat is het al. Ze hebben al allerlei uitzonderingsbepalingen bedongen in de EU. Maar kijk, ik zei net aan het begin, het liberalisme, het liberale kapitalisme is ontstaan in die Engels sprekende wereld. Ergens tussen Engeland en de New England in. Mm-hmm. En het is altijd opgelegd aan de landen die dan nu als de bondgenoten gelden in continentaal West-Europa en een deel van Oost-Azië. Op het moment dat die organiserende kracht van het Westen wegvalt, zullen die anderen een andere rol gaan spelen. Maar je ziet dus dat op het moment, kijk, Engeland is in de EU gekomen, in eerste instantie als loopjongen van Amerika. Omdat Kennedy het idee had van Engeland moet erin en dan krijg je één Atlantische vrijhandelszone.
En de Gaulle heeft dat afgewezen. Omdat, ja, dat is een van de politici die volgens mij als geen ander heeft gezien welke gevaren daarmee... Hij wilde een Europese vredesorde. Hè, samen met... ook met de Sovjet-Unie tot een vergelijk komen. De EU is dus altijd een voor de Engelse... Of ja, de Europese integratie, Europese gemeenschap, hoe het allemaal heeft geheten, is voor vanuit Engels perspectief, Engels sprekend perspectief, toch eigenlijk altijd een vreemd soort organisatie geweest. Het is namelijk geen liberale organisatie. Het is ontstaan uit een opstapeling van compromissen tussen Frankrijk en West-Duitsland. Daar komt het eigenlijk dat op is neer. De as, dat draait het om. Ja, tot aan 91. Ja. Omdat toen, kijk, de Amerika en Engeland wilden, en Canada ook altijd weer op de bagage dragen, die wilden Duitsland inschakelen in de Koude Oorlog. Want ja, die wisten de weg in de Sovjet-Unie enzovoort. Want die hadden er al een keer met succes, waren ze diep doorgedrongen. Nou, Frankrijk zei, ja, we gaan niet voor de derde keer een oorlog met, of ja, de vierde als je het strikt optelt, een oorlog met Duitsland te riskeren. Wij willen geen Duitse herbewapening. Nou, Frankrijk heeft toen allerlei plannen gelanceerd steeds van, nou, het mag dan wel, maar dan willen wij erover meepraten. Ja. En uit die behoefte aan meepraten is dus een hele constellatie ook weer van compromissen ontstaan. Ja. Dat is de EU. Ja. Maar vanuit liberaal oogpunt is dat een hele rare opzet. Okay. De gedachte is dat iedereen op eigen rekening opereert en noem alles maar op. En in 91 is die Frans-Duitse verstandhouding is weggevallen. Om de simpele reden dat Duitsland opeens zoveel miljoen meer mensen had. Van een, ja, niet helemaal van de bezetting bevrijd werd, maar toch wel in belangrijke mate. Dat de Sovjet-Unie wegviel en Oost-Europa niet langer deel van het Sovjet-blok was. Dan gaan ze maar door. En ja, sindsdien is de EU een soort regime van via Duitsland uitgevoerd. Een regime van het grote bedrijfsleven en banken geworden. En wat gaat er nu gebeuren met de EU nu als Groot-Brittannië eruit stapt? Wat denk je dat? Nou, niet zoveel. Omdat het is... Het is hetzelfde als je zegt, wat gaat er met een instortend huis gebeuren als de garage definitief instort? Okay. Begrijp je, die rest wordt daardoor niet steviger, komt niet steviger op zijn fundamenten staan. En dat geldt voor de EU ook, omdat, kijk, voor Duitsland is het aan de ene kant wel gunstig, omdat militaire, potentieel anti-Duitse as tussen Engeland en Frankrijk daardoor verzwakt is. Vandaar dat Macron nu met voorstellen komt voor een Europese defensie, noem maar op. Maar ja, dat is een beetje GBJ Hilteman, een soort beschouwing over de politiek. Zo werkt het niet. Fundamenteel is dat het maatschappelijke draagvlak waarop de dominantie van het Westen in de wereld steunde, dat verbrokkelt. Daardoor verbrokkelt het Westen als blok. En dus de EU ook, bedoel je? Oh ja, zeker. Want er wordt nu eigenlijk gezegd, onze redding is de EU, want Engeland valt weg, Trump is onhandelbaar, dus die band die verwatert, dan moeten we het van de EU hebben. Nee. En dan gaan Macron en Merkel gaan samenkomen en die gaan dat opzetten. En... Nee, maar goed, Merkel slaagt er ook niet in. Kijk, al die dingen zijn niet toevallig. Het feit dat, we hebben natuurlijk een enorme migratiecrisis, namelijk er is een continent waar we de voordeur van hebben ingetrapt in Libië. En vervolgens hebben we ons omgedraaid en weggelopen. En nu zijn we heel verbaasd dat de mensen daardoor vanuit Afrika naar het noorden stromen. Vooral de Gaddafi als cipier, zeg maar. Ja, in zekere zin wel. Maar ook als iemand die voor Afrika nog op zijn... Ja, dat was natuurlijk een dictator enzovoort, dat weten we allemaal wel. Maar hij had ook ideeën over de inrichting van het Afrikaanse continent en de autonomie van dat deel van de wereld. Die een potentieel aan stabiliserende factoren met zich meebrachten. De olierijkdom van Libië was niet alleen bedoeld om Gaddafi nog een tiende gouden Cadillac te geven, maar werd ook gebruikt om allerlei conflicten in buurlanden een beetje te masseren. Ja, ik idealiseer het niet, maar ik kan wel zeggen dat het een van de grote fouten van de 21ste eeuw is geweest om, en zeker op de manier waarop het is gedaan, daar een regime change door te voeren. Maar goed, de deur is ingetrapt. De mensen die overtollig zijn, en dat zijn er dus tientallen miljoenen in Nigeria en om al die landen maar op waar niet eens oorlog is, tenminste niet van betekenis, die beginnen naar het noorden te stromen. Nou, en dat heeft ook de politieke verhouding hier gedestabiliseerd, omdat juist de mensen die zelf al in het precariaat afdalen, die merken opeens dat in hun straat ook
nieuwe precariërs erbij zijn gekomen. Ja, die gaan zich dan bedreigd voelen natuurlijk. Ja, dat kan. Nou, zeker als er op de televisie dus iemand komt die uitlegt dat dat hele gevaarlijke lieden zijn die potentieel tot alles in staat zijn. Is het dan zo dat degenen die, die, zeg maar, die beslissingen nemen in de Europese Unie, zeg, die dragen dan niet de gevolgen van beslissingen zoals het aanvallen van Libië en het verwijderen van Gaddafi? Nee, maar dat is natuurlijk het mooie van het systeem van de politiek. Ik weet nog goed dat op een gegeven moment had je de Club van Rome. Dat was een netwerk van mensen die bezorgd waren over de ecologische crisis en noem alles maar op. En er werd altijd naar geluisterd. Nieuw rapport kwam op de tv. Totdat ze een keer zeiden van eigenlijk is het systeem van om de 4 jaar verkiezen van hele nieuwe ploegen of potentieel hele nieuwe ploegen aan de regering is een bedreiging op zichzelf. Omdat iedereen kan namelijk na die 4 jaar weglopen en zeggen van nou, net zoals nu met ons nieuwe regeerakkoord worden allerlei beloftes gedaan voor 2030. Nou, wie van de mensen die nu zit zal in 2030 nog teruggefloten kunnen worden? Het tegenargument is natuurlijk, we moeten af en toe een wisseling van de macht hebben. We kunnen moeilijk naar een technocratie toe waarin we niet meer mogen stemmen. Want dan hebben we er helemaal geen invloed meer op. Daar moeten we ze misschien maar eens apart over praten. Omdat de gedachte was altijd van, ik ben altijd een bewonderaar van de filosoof Hegel. En zijn idee was dat de rationaliteit van de geschiedenis, hè, alles verloopt toch volgens een soort logica. En hij zei, op een gegeven moment krijgen de mensen die logica in de gaten. Mm. En de plaats waar dat bewustzijn plaatsvindt, is de staat. Hè, de staat was in zijn ogen de vorm waarin alle verstand en alle rationaliteit en alle inzichten in hoe de dingen werken bij elkaar komen. En in de vorm van ideale wetten zou dat dan worden vastgelegd. Nou, in werkelijkheid is de staat, zoals wij hem meemaken, is een soort ballentent van die gerund wordt door hoofdzakelijk incompetente figuren. Ja, voor een deel, ook dat is een onderwerp wat een apart bijeenkomst wettigt. Maar als je kijkt, er zijn eigenlijk twee soorten politici in de wereld. Je hebt de type nationale kantoorbediende à la Rutte. Dat zijn gewoon de mensen die er staan een beetje bij te lachen, doen verder helemaal niks. Behalve het opvolgen van de instructies. En je hebt politici die aan de andere kant staan, en dat is dan meestal buiten het Westen, à la Poetin of Xi Jinping of noem maar iemand op, die nog niet geleerd hebben dat er gedaan moet worden wat de internationale organisaties en Amerika en noem alles maar op, wat die zeggen. En daar zit op zich ook weer een enorme spanning en een groot breukvlak in. Dat maakt het eigenlijk alleen maar angstiger, want je zou toch wensen dat je geregeerd werd. Ja, zonder nou Den Uyl met terugwerkende krachten idealiseren, zou ik zeggen. Dat was toch iemand die iets meer begrip had, volgens mij, van de krachten in de maatschappij waar hij mee te maken had, dan iemand die maar flauwe grapjes staat te maken. En zelfs als jongelui met een vlag van Shell op het VVD-congres komen, dan staat hij er een beetje bij te lachen. Ik zou dan zeggen, zeg dan eens iets. Zeg dan eens van, nou, dat is helemaal niet waar dat Shell de Nederlandse politiek dicteert. Zoiets, hè? Dus de kern is een proces van verzwakking. Hè? Daar moet je ook niet zeggen, Engeland heeft besloten uit de EU te gaan. Dat is helemaal niet waar. In Engeland is een referendum gehouden waarin de valse beschuldigingen over en weer door elkaar vlogen. En je zou kunnen zeggen, de oudjes in de meest verwaarloosde gebieden, hè, vooral in de streep boven Londen, die hebben tegen de EU gestemd om hun ongenoegen duidelijk te maken. Ja, op gevoel. Hè? Ja, nou ja, ook wel voor een deel rationeel, omdat er zijn dus plaatsen in kleine stadjes in Noord-Engeland waar de belangrijkste middenstand Pools is. En dat is voor de ouderwetse, de Engelsen zijn niet zo gastvrij als wij vaak denken. Voor die Engelsen van zo boven de 50 die zelf moeite hebben om aan hun baan vast te houden, is dat ook moeilijk te pruimen. Want er is ook heel veel verdwenen. Er wordt ook wel vaak in elke Engelse kranten gezegd, eigenlijk wil de bestuurlijke klas in Engeland wil helemaal niet uit de EU. Oh nee. Maar ze hebben een referendumresultaat gekregen. Ja. En ze moeten proberen er op een of andere manier uit te komen zonder dat het al te veel schade aanricht. Ja. En tegelijkertijd hebben ze nu bij de rechtse pers in hun nek hangen, die elke dag zegt, iedereen die iets tegen de Brexit inbrengt, is een landverrader, een enemy of the people, et cetera, et cetera. Ja. Maar wat gaat er gebeuren, denk je, met die ontwikkeling rond de Brexit?
Nou, een van de dingen die ik dus hoor van mensen die ik nog ken uit die tijd dat ik er was. Die zeggen dat nu zelfs in een plaats als Brighton, wat de meest, hè, waar de Universiteit van Sussex vlakbij is. Wat de meest cosmopolitische stad van Engeland was. Dat zelfs daar fysieke aanvallen op straat plaatsvinden van mensen die eruit zien alsof ze uit Zuid-Amerika komen. Of, zo een beetje, vooral in de periode onmiddellijk na de Brexit, na het Brexit-referendum. Ja. Dat mensen bij wijze van spreken riepen, wat doe je eigenlijk hier nog? Ja. Die dachten namelijk dat er onmiddellijk grote scheepsladingen mensen terug naar het Europese continent zouden gaan. Terwijl in werk, maar aan de andere kant is in mijn beroepsgroep, dus heel veel mensen aan de universiteit in Engeland komen uit de EU. Of nog verder. Is ook grote onrust. Omdat ze vragen zich af, kunnen we hier wel blijven straks? Dus in die zin zie je eigenlijk overal, als je zegt hoe gaat Engeland eruit zien, dan is het antwoord daarop eigenlijk, moet zijn, verdere verbrokkeling, verdere disintegratie. De neergang die er altijd al was. En die bedongen is. Hè? Engeland heeft een uitzondering op het bijvoorbeeld het Court of Human Rights. Dus uitspraken daarvan werden al genegeerd. Omdat men zei dat is een aantasting van de Engelse soevereiniteit. En Margaret Thatcher had, als ik me niet vergis, al een voorbehoud bij bedongen. De werkuren zijn in Engeland langer dan op het continent. Omdat men zich niet aan de EU-bepaling op dat gebied hoefde te houden. Dus zo waren er al een aantal... je zou kunnen zeggen, neergangsverschijnselen die nu zijn geïntensiveerd. Mm-hmm. En die nu een chaotisch karakter zullen krijgen. Kijk, de financiële sector, een deel daarvan zal misschien naar Amsterdam, hè, vandaar onze dividendcadeau wat al onder de kerstboom is gezet. Een deel naar Frankfurt, een deel naar Parijs. Ja, precies, maar een groot deel zal in Engeland blijven om de simpele reden dat zo'n financiële wereld, als je ooit een keer door de city bent gelopen, dan zie je bij elk café en pub staan allemaal al die lui met elkaar te praten. En Wall Street en de city zijn niet wat ze zijn, alleen maar om hele bepaalde geolocatievoordelen. Maar het feit dat men daar bij elkaar zit. Ja, het is natuurlijk het poelen van expertise. Ja. Zelfs het ABP heeft kantoren opgezet in Wall Street om in de broodjesbar te kunnen meeluisteren wat er aan de volgende tafel wordt gezegd. Ja, dat is daar gebeurd. Ja, want als jij pensioenen bij elkaar moet houden om met kunst en vliegwerk, omdat de rente praktisch naar nul is gedaald, ja, dan zal je toch moeten weten wat misschien grote mogelijkheden zijn die zich morgen aandienen. Je zei eerder, de EU, dat gaat ook verbrokkelen waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Onder al die pressies die je noemt, al die ontwikkelingen. Oh ja, ja. Nou, kijk, je ziet nu al duidelijk dat er in Oost-Europa, de nieuwe Europese landen, de New Europe, zoals Rumsfeld het noemde, daar ontstaat een hele sterke anti-EU stemming, omdat overal populistische regimes aan de macht zijn gekomen. Laatst nu een miljardair, ja, waarom populisten zo'n voorliefde voor miljardairs hebben, weet ik niet, maar in Tsjechië is Babiš ook met een anti-EU programma aan de macht gekomen, of aan de minderheidsregering dan nu. Nou, dus dat Oost-Europa, dat is van begin af aan natuurlijk een hele, hoe moet je dat zeggen, een soort uit de bocht vliegende factor in de EU geworden. Namelijk geen stabiliteit, namelijk enorm anti-Russisch sentiment. Nu wordt het een populistisch sentiment, neemt het over. Kan zelfs een rechts-anticapitalistisch sentiment worden, zoals in Hongarije. Dus dat deel van Europa, daar kan je helemaal niks van verwachten. Het centrum van Europa wordt geplaagd door, in mijn ogen, verkeerde omgang met de migratiecrisis die optreedt. Verkeerd in welke zin? Nou, verkeerd. In de jaren 60 was er... Toen bestond nog de gedachte dat migratie een rechtscomplot was om de lonen te verlagen. Ja, ja. En toen is er een heel groot onderzoek geweest van, socioloog Kubbe, een rapport. En die heeft dat rapport, daar kwam uit, je moet weinig mensen toelaten en enorm investeren om die mensen te helpen hun plaats te vinden. Dus degene die je toelaat, ja. En wij doen dus precies het omgekeerde. We laten namelijk enorm veel mensen toe. En menselijk gesproken mogen we daar ons ook niet tegen verzetten. Het blijft altijd een soort humane bottom line, hè, de mensen zijn ook maar slachtoffer van de situatie. Alleen we laten dus massale hoeveelheden mensen toe. En we doen niks aan de integratie, dus praktisch niks. Ik woon zelf in een wijk waar Nederlands gesproken wordt door bejaarden, mm-hmm. maar verder niet zoveel. En ik
ervaar dat als sociale desintegratie. En dat doe ik dus vanuit een zeer comfortabele positie. Dus hoe moet iemand dat ondergaan die zelf in een hele kwetsbare positie zit? Ja, die met een Dus in die zin zijn we met die omstandigheid verkeerd omgegaan. Maar daarnaast is het natuurlijk, we hebben al die landen op elkaar geschoven in een soort race met de NAVO, wie het eerst bij de Russische grens was. Mm-hmm. Of Amerika daar de lakens uit zou delen, of dat Duitsland en Frankrijk dat zouden doen. Maar daarbovenop hebben we dan ook nog eens een soort speculatiemachine gezet, en dat is de eurozone. Die begon met een rentevoet van 1% hoger dan de Amerikaanse rente. De gedachte was dat het speculatieve casino-kapitaal dan naar Europa zou komen. In plaats van steeds naar de VS. Ja. En die euro is, ik neem aan dat dat al vaak aan deze tafel zal zijn uitgelegd, maar die euro rust op een volstrekt onwerkbaar fundament, namelijk je hebt een gemeenschappelijke munt, maar je hebt geen gemeenschappelijke belastingpolitiek, je hebt niet een werkelijke gemeenschappelijke fiscale politiek, noem alles maar op. En dat leidt dus tot een geweldig ongelijke ontwikkeling en het plunderen van landen zoals Griekenland. Met onze eigen Dijsselbloem in een schandalige rol. Als roverhoofdman nummer 1. En als we kijken naar Rusland en China, dus de verhouding tussen het Westen, nog steeds de VS en Europa, en Rusland en China, wat is daar dan aan? Nou, kijk, het drama van die landen is dat zij aan de ene kant een politiek een zeer stabiliserende rol spelen, dankzij een zeer ervaren diplomatiek apparaat, bijvoorbeeld in het geval van Rusland, maar ook China, zijn wij conservatieve kracht in dat opzicht. Een krachtige staatsleiding. Ik vind de figuur van Poetin is langzamerhand de duivel in persoon vanuit het Westen gezien, maar ik vind eigenlijk dat het een soort Bismarck-achtige figuur is geworden. Een echte machtspoliticus. Ja, die schaakt op alle borden. Ja, maar ook iemand met een geweldig geduld en een vermogen om de juiste situatie te vinden. Wat niet wil zeggen dat ik bijvoorbeeld zijn binnenlandse politiek is een van voortgaande privatisering. Mm-hmm. En daar zit nou precies, daar knelt de schoen. Hij, toen Sarkozy probeerde in Frankrijk om het neoliberalisme in te voeren, toen schreef iemand in een van de krant, er zijn altijd mensen die laat op een feestje komen als het eigenlijk al aan het verlopen is. Al voorbij is. Ja, de hoogte heel gehad. Ja, precies. Nou, dat geldt dus nog vele malen sterker voor China en Rusland. Daar is een roofkapitalisme, vooral in Rusland, is ingezet met ongekende corruptie. Ik zeg het met enige aarzeling, omdat ik tegelijkertijd vind dat wij het meest corrupte deel van de wereld zijn. Alleen bij ons is de corruptie volledig geïnstitutionaliseerd. Dus wij ervaren, als wij bij een grensovergang, ik noem maar wat, in Egypte, ik ben er nooit geweest, maar als je daar je pas moet laten zien, dan moet je een briefje van 5 in doen. Nou, daar zijn we heel verontwaardigd, want dat noemen wij corruptie. Maar dat in ons eigen land een minister uit een Nederlandse regering zijn pensioen, op het moment dat hij ze in Nederland verlaagt, zijn pensioen zelf organiseert in de Antillen, dat vinden wij heel normaal. Het feit dat Obama gekozen werd voor precies 1 miljard, dat was een historische grens die overgegaan werd. Ja, daar kan je toch alleen maar corruptie noemen. Maar goed, zij hebben een roofkapitalisme ingevoerd, waarbij een maatschappij in een soort verlammingstoestand is gebracht. En mensen konden hun ogen niet geloven wat er gebeurde. Van de ene dag op de andere waren mensen miljardair. En dat is een radicale versie geweest. Je zou kunnen zeggen dat in Rusland in 10 jaar is doorgevoerd. Afbraak van wat toen genoemd werd een premature verzorgingsstaat. Namelijk een die ze eigenlijk nog niet konden betalen. Maar goed, hij was er. Mm-hmm. Die is in 10 jaar afgebroken en vervangen door een Wild West samenleving. Echt roofkapitalisme. Roofkapitalisme met oligarchen die daar de miljarden uit weggesleept hebben. China is nu bezig om een soort staatskapitalisme te bedenken. Dus nog steeds wel alles politiek uit één partij, uit één hoek. Maar wel ondernemerschap, vrije markt voor een aantal grote staatsbedrijven. Die dan ook nog massaal gaan exporteren met staatssteun. Ja, maar ook daar zou ik toch eigenlijk van, ik ben 1 keer in China geweest op een congres over de opkomende mogendheden. En daar was een grote Russische China-kenner. En die zei tegen mij van, bij ons is het corrupt, maar dat is kinderspel bij wat hier plaatsvindt. En dat geloof ik ook wel. Dus in veel opzichten zijn China en Rusland hetzelfde. Want vergeet niet, kijk, de Chinezen hechten nou eenmaal aan de uitdrukking communistische partij. Maar dat is op zich een lachertje, want de meeste mensen die daarmee in een zwarte Mercedes bij het partijcongres voorkomen glijden, zijn ook minstens miljonair. Ja.
Maar en in Rusland heb je de partij Ons Rusland. Nou, dat is in wezen ook één partij systeem, want wat daar nog omheen hangt, dat is te verwaarlozen. Maar het punt is dus dat wat daar in 10 jaar is gebeurd, volledige verarming van de bevolking, wegvallen van alle collectieve voorzieningen en individuele verrijking van een handvol oligarchen, dat is wat zich bij ons, ik zeg het enigszins gechargeerd, maar wat zich bij ons voltrekt in 50 jaar. En nou, en dat is het grote drama. Zij hebben dus ingetekend op een systeem wat bezig is onder te gaan. En schijnen, ik heb wel interviews met Poetin gelezen en ik heb ook die niet helemaal uitgezeten, maar toch gezien stukken van zijn gesprekken met Oliver Stone. En ik krijg toch de indruk dat hij niet begrijpt wat nou eigenlijk de implicaties zijn van zijn voortgaande privatiseringspolitiek. Bijvoorbeeld, noem maar wat, in de Sovjet-Unie was het altijd zo dat elke elektriciteitscentrale had, of een groot staalbedrijf, had een heel pijpnetwerk wat eraan vast zat. En daarmee werden grote delen van een stad verwarmd. Ja. Nou, privatisering betekent dan dat dat deel van die stadsverwarming wordt verwaarloosd. Dus die dingen gaan lekken en noem alles maar op. Niemand heeft zin om dat geld daarvoor. Het is nu een privébedrijf. Nou, dus de mensen krijgen het koud en zeggen, waarom doet de kachel het niet meer? Nou, dat zijn consequenties van privatisering die sociaal op den duur natuurlijk geweldig ontwrichtende werking hebben. Ja. En dat is daar, bij ons ook, alleen wij hebben zo'n rijkdom dat voordat je hier echt de armoede gaat vaststellen, duurt dat een tijd. Maar dat klinkt dan toch alsof we ons over een land als Rusland veel minder zorgen moeten maken dan er nu gedaan wordt. Want het wordt als een soort van groot gevaar, een grote vijand. En met name ook China. Er wordt gezegd, China gaat Amerika overvleugelen. Dat komt op en dat gaat ons, tussen aanstekens, wegdringen. Zie je dat dan anders? Om te beginnen, ik begon met te zeggen dat als er geen sociaal contract meer is, geen werkelijk sociaal compromis, wordt een politiek van de angst bedreven. En Rusland is politiek van de angst. Dat is de grootste onzin. Op zich moet ik wel weer mijn petje afnemen voor de westerse nieuwsmanagement, dat je 3 jaar na het bekend worden van de onthullingen van Snowden. Ja, ja. Waarin je dus in het boek van Glenn Greenwald, Nowhere to Hide of No Place to Hide. Als je dat leest, dan zie je dat werkelijk iedere, ons gesprek hier afgeluisterd kan worden door een van de Engels sprekende geheime diensten. En dat hoeft niet een dramatisch beeld hiervan te schetsen. Het komt toch op YouTube, dus het maakt niet uit. Nee, precies. Nou, en 3 jaar later weet men de bevolking wijs te maken dat dat eigenlijk niet door Amerika wordt gedaan, maar door Rusland. Nou, wat ik niet uit wil vlakken is dat als de Sovjet-Unie instort, Rusland bedoel je, Rusland? Ja. Nee, als de Sovjet-Unie instort, dan blijft over in Oekraïne, in Rusland, een enorm reservoir aan begaafde wiskundigen voor wie geen emploi meer is. En al die mensen zijn hackers, of veel van die mensen zijn hackers geworden. Ah, okay, dus ja, onderschat niet hoeveel Kaspersky bijvoorbeeld, zo'n bedrijf, hè, wat nu overal uitgesloten wordt van de markt, maar was in wezen gewoon een beveiligingsbedrijf van internetverkeer. Dat is encryptiesoftware. Ja. Nou, en maar de gedachte dat Rusland echt hier, zoals die dwaas van Buma op de televisie zegt, dat Rusland hier vuurtjes aan het stoken is, dat vind ik van een kinderachtigheid. Ik zou me echt ook schamen om, zelfs al zou dat mijn standpunt zijn, zou ik toch proberen om het iets intellectueler te formuleren en vuurtjes stoken. Waarom zou Rusland nou vuurtjes stoken in Nederland? Maar laat ik me niet meeslepen. Rusland zal nooit van een gevaar voor het Westen kunnen betekenen, om de simpele reden dat bijvoorbeeld de Russische industrie is dat de gedachte om van een grondstoffenvoorziening over te schakelen naar ook een industriële macht is mislukt. De redenen daarvoor zijn legio. Militair vertegenwoordigt Rusland ongeveer 1/10 van de defensieuitgaven van het Westen, van de NAVO. En qua economie is Rusland ongeveer zo groot als Italië. Ja, precies. Nou, kleiner nog. En met China is een ander verhaal natuurlijk. Daar staat tegenover dat China nooit zoals... Kijk, de hegemonie van Amerika was een soort... Hegel noemde Amerika de Europa zonder de last van het verleden. En het beeld wat Amerika dus voor Europa en daarna voor de rest van de wereld ophield, was iets wat voor ons zeer vertrouwd was. Wij gingen met elkaar om op een manier die in Amerika weliswaar in een extreme vorm was doorgevoerd, zonder aristocratie,
zonder arbeidersbeweging, die daar ook niet echt tot stand is gekomen. Maar alles wat daar gebeurde, konden wij plaatsen. Die culturele verwantschap bestaat niet tussen China en de rest van de wereld. Nee. Wel met Japan en met Korea, maar niet met ons. Dus de gedachte dat wij ooit alleen maar met stokjes eten en allerlei dingen... Dat we cultureel gekoloniseerd gaan worden door China. Nee, dat is onmogelijk. Nee, dat is onmogelijk. En ook, ja, ook daar geldt weer dat... Kijk, er is een extreme vorm van roofkapitalisme is geïntroduceerd in Rusland en in Oekraïne nog veel erger. Er is een vorm van staatskapitalisme. Je zei net staatskapitalisme in China. Dat is op zich een strijd. In het laatste partijcongres is duidelijk geworden dat wat ik nog heb horen voorspellen door Chinezen, dat dit het congres zou worden van de terugkeer naar een soort staatssocialisme. Dat is volledig doorkruist door de werkelijke uitkomst. Mm-hmm. Nou goed, de details laat ik even daar. Het systeem wat ze daar hebben is instabiel, leent zich ook niet voor export. Het blijkt ook eigenlijk dat het kapitalisme zoals dat ontstaan is, kapitalisme is niet iets uit een economieleerboek. Dat is een complex vlechtwerk van hoe mensen met elkaar omgaan, hoe de maatschappij in elkaar steekt, wat je van elkaar verwacht en accepteert, noem alles maar op. En dat heeft vorm gekregen over zo'n 3 eeuwen in het Westen. En de gedachte dat in een zware crisis dat ingepakt kan worden en getransporteerd naar China en dat ze daar helemaal overnieuw beginnen, is een illusie. Omdat daar weliswaar bepaalde uiterlijke fenomenen natuurlijk wortel kunnen schieten die met dat kapitalisme te maken hebben. Maar niet het hele vlechtwerk. Zeker niet doordat de middenklasse. Kijk, iedereen heeft het maar over de opkomst van de Chinese middenklasse, maar dat vind ik ook flauwekul. Want het zijn er heel weinig. Ja, die middenklasse, er komen wel mensen die inkomens hebben die veel hoger worden dan ze vroeger waren. Voor de betrokken groepen. Maar je kan niet zeggen dat ze de historische rol spelen van de middenklasse. Namelijk winkeltjes starten, kleine bedrijfjes en noem alles maar op. Het is een bij voorbaat monopoliseerde oligarchische situatie. Ze gaan dus ook niet voor democratisering zorgen, zoals de middenklasse feitelijk hier heeft gedaan. Nee, maar dat is ook, daar heb ik een boek over gelezen, van mensen die het echt uitgezocht hebben. De beslissende factor voor democratie is nog nooit de middenklasse geweest. Okay, is altijd de arbeidersklasse geweest. Alleen daar waar de georganiseerde arbeid zich een plaats heeft verworven in het runnen van de hele staat en de maatschappij. Ruschemeyer heet die man die dat heeft uitgezocht. En een heleboel, allemaal statistieken. En dan kan je precies zien dat op het moment dat het oorspronkelijke naoorlogse sociale compromis uit elkaar valt, gaat het ook met de democratie bergafwaarts. Deelname aan verkiezingen neemt af. Vertegenwoordiging van, laten we zeggen, standpunten van de massa van de bevolking door politieke partijen. Bij ons ook de Dr. Andersen cultuur. Mm-hmm. In de Tweede Kamer zit ook praktisch niemand meer die ooit eigenlijk eerlijk zijn brood heeft verdiend. Of iets met zijn handen kan, behalve in het weekend. Dus wat dat betreft is het ook een hele fundamentele ondemocratisering heeft plaatsgevonden. Namelijk een groot deel van de maatschappij is niet meer vertegenwoordigd. Vandaar natuurlijk het populisme. Dus als je een beetje trommelt over gevaarlijke jihadisten bij jou in de buurt, dan heb je voor je het weet wel wat mensen die vroeger op de PvdA of de CPN stemden achter je aanlopen. Maar dat zie ik als een tijdelijk fenomeen. Als we even kijken, want we hebben nu heel veel internationale trends behandeld. Als we even naar een afsluitende onderwerp gaan, de positie van Nederland in dat hele internationale gebeuren. Hoe zie jij dat? Waar staan wij? We zijn een fiscale zwarte gat van de wereld. Dus alle geld wat verdwijnt dat is door mensen aan de UvA uitgezocht. Alle geld wat verdwijnt naar belastingparadijzen komt hoofdzakelijk via Nederland op die plek terecht. Dus dat is één zeer beschamende rol die wij spelen. Ja, ik vind het een prachtig land hoor. Ik ben blij dat ik uit Engeland in Nederland terug ben. Maar de realiteit die we hier aantreffen moet toch echt met naam genoemd worden. Dat is dus 1. Fiscaal zwart gat. 2. De rol van de misdaad in Nederland en de drugseconomie. We zijn nummer 1 exporteur van complete ecstasy installaties naar de meest exotische bestemmingen. We zijn een belangrijke doorvoer van cocaïne en andere
Nou ja, de wietcultuur die hier is natuurlijk, die ook met een achterdeur verbonden is met echte zware drugs, criminaliteit. Dat kan je bij, nou, laten we zeggen, de helft van de coffeeshops, kan je dat, als je even bereid bent om een uurtje daar eens te kijken, kan je dat zien. Dat zijn de schaduwkanten van Nederland. En daar wordt dus niets aan gedaan, wordt ook nooit genoemd. De Paul Vughts, die boeken die ik aan het lezen ben nu toevallig, die moet onderduiken. Omdat de politie is in wezen zo ver weg bezuinigd dat ze hem ook geen bescherming kunnen geven. Ons juridische apparaat om met dat soort problemen om te gaan is bijzonder zwak ontwikkeld. Ja, daarnaast is het een liberale maatschappij. Kijk, als ik dat nog even mag zeggen. Liberalisme heeft altijd twee kanten gehad, hè? Vanaf Locke al. Namelijk politiek en economisch liberalisme. Ja. En er is een enorme spraakverwarring over de Atlantische Oceaan heen. Omdat in Amerika, als je het over een liberal hebt, dan weet je, dan heeft men het over de politiek liberalisme. Iemand die progressieve waarden vertegenwoordigt. Nou, dat waren dus de waarden die Locke al heeft gezegd. Namelijk, ze mogen niet aan je lijf komen als jij dat niet wil. En je mag niet opgesloten worden zonder dat er een wet is, noem alles maar op. Nou, dat is politiek liberalisme en daar is dan een beetje een sausje van 68 overheen gegaan. Van dat je tolerant bent en allerlei kwesties. Maar het economisch liberalisme, dat is gewoon de vrije markt. Ja. Nou, en in de geschiedenis is gebleken dat elke keer wanneer die twee liberalismes met elkaar in strijd kwamen, dat het economisch liberalisme de doorslag gaf. En bij ons is het economisch liberalisme dus aan de macht, maar is overgoten met een saus van politiek liberalisme. Dus dat maakt het erg aangenaam om hier te zijn. Als je bereid bent om het feit dat zich hele ernstige misstanden ophopen, die langzamerhand, de Nederlandse politiek, is dat je laat iets zijn gang gaan, of het nou de scooter is, of de drugscultuur, of wat dan ook, totdat het onbeheersbaar is geworden. En dan kijk je de andere kant op. Nou, die manier van regeren, die werkte zolang wij ingebed waren in grote organismen zoals de Atlantische verhoudingen, de EU, noem alles maar op, die eigenlijk een vastere koers hadden. In die context konden wij als een soort tolerantie-eiland best wel bestaan. Maar nu de zaak verbrokkelt, wordt er toch een zeker staatsmanschap of staatsvrouwschap gevraagd, waarbij het niet meer voldoende is om wat mannetjes en vrouwtjes makerijen. Zoals nu wordt al gezegd dat Ollongren, dat is typisch de nieuwe volgende premier. En dan denk ik, jongen, zullen we nou niet eens praten over standpunten en over problemen die aangepakt moeten worden en wat de verschillende politici meebrengen om dat ook echt te gaan doen. Dus ja, je begrijpt wel dat ik vol tegenstrijdige gevoelens zit over dit prachtige land. En Kijk, wij spelen geen hoofdrol. We zijn een provincie van Duitsland in vele opzichten. Ik heb zelf wat interessante dingen pas uitgezocht over de rol die Nederland speelt op een ander gebied. En daar kom je niet optimistisch vandaan. Maar ja, zoals de grote Marxist Gramsci ooit zei, pessimisme van het intellect. Optimisme van de wil. Dus je stelt vast, het is één zootje, het gaat zelfs ook nog de verkeerde kant op. Maar daar zal je niet bij neerleggen. Je moet altijd proberen om nog iets van te maken. En kijken of door, in ieder geval om te beginnen, de zaak te begrijpen, de zaak ten goede gekeerd kan worden. Ja, dat is een mooie positieve noot om af te sluiten. Kees, heel hartelijk bedankt. Dankjewel. En we gaan het er zeker nog een keer over hebben. Ja, hoop ik.